Het feit dat wij nu deze robot kunnen aanschaffen dankzij deze donaties vind ik heel bijzonder. 4 jaar geleden begon het zo, met een nagellakactie van de 6-jarige Tijn. Daarmee haalde hij 2,5 miljoen euro op. In mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Samen met zijn vader stond hij gisteren bij het glazen huis in Breda om te vertellen over... En dat heeft even geduurd om de juiste aankoop te vinden, maar die is er nu. De robotarm gaat hersenchirurgen helpen bij operaties aan de hersenstam. Dat is een risicovolle ingreep. Daar wordt de ademhaling gereguleerd, het slikken. Alle hersenzenuwen hebben daar kernen. Daar lopen alle belangrijke banen langs. Dus daar kun je eigenlijk niet opereren. De robotarm helpt artsen om preciezer tumorweefsel af te nemen in de hersenen. En het bijzondere is dat deze arm ook direct medicijnen kan toedienen op de stam zelf. En dat is een grote stap in de behandeling van hersenstamkanker. Moeilijke is eigenlijk dat op dit moment er geen genezende behandeling is voor deze hersenstamkanker bij kinderen. En daarom is het zo belangrijk dat we a. heel veel weefsel krijgen, zoveel mogelijk typeringen hebben van deze tumor. En daarnaast ook goed kijken wat dan eventueel behandelingen kunnen zijn die daarop aangrijpen.